nieuwe video. Vandaag doen we een Q&A. Alvast bedankt voor alle vragen die ik ingestuurd heb gekregen. Het zijn er 78 en we gaan kijken welke we gaan gebruiken en welke niet. Want natuurlijk kunnen niet alle 78 in de video. Maar probeer er wel zoveel mogelijk te doen. De eerste vraag is van Stijl Kemner. Ik kan niet uitspreken. Hou je van kaas? Zo ja, welke kaas vind je het lekkerste? Ik vind kaas lekker en ik weet niet hoe die kaas heet. Maar hoe dan ook, ik vind ook jonge kaas lekker. Gewoon jong belegen en oude kaas vind ik echt goed. Get back everyone. Okay. Go on. Now, where are they? You see them here? He's desperately trying to bury back in. Take a slice or a spoon? Spoon. And this is the bit you want here. Wow, fuck. Ik hou van kaas, ook jonge lichaam. De rest is... En cheddar. Arja, punt P, lievelingsliedje. Ik heb zoveel. Wat is dit voor antwoord, Sofia? Ja. Oké, andere. Ik heb dus een vraag gekregen van Nada en haar vraag is: waarom upload je niet meer zoveel op YouTube? Ik weet niet, ik heb gewoon veel bezig met school en zo. En ik heb toetsen en gewoon. Als ik dan niks te doen heb, dan ga ik gewoon slapen, YouTube kijken in plaats van zelf een filmpje maken. Ik weet het. Ik moet er een shout-out geven, dus shout-out naar Nada. Volg haar. Ik kan het niet uitspreken. X-A-N-A-M-I-G. Dat dus. Laten we eens verder gaan. Veronica vraagt: poep eten of poep uit je oren? Ik doe poep uit je oren. Definitely. Like, gewoon in één keer poep eten dan niks meer. Dat is gewoon makkelijker dan poep uit je oren voor je hele leven. Nee, maar ik ga niet poep eten. Weet ja, je, ook al is het een klein stukje. Weet je hoe lang je dan uit je bek stinkt? Echt serieus, dat is echt goed. Nee, dan neem je gewoon een hele bak Listerine. And kills up to 99.9% of bad bacteria. It penetrates plaque deeper than any other everyday use mouthwash. So there's nowhere for bacteria to hide. There's no deeper clean than Listerine. Wie is je voorbeeld? Ik denk aan mijn voorbeeld, ik heb geen idee, ik heb eigenlijk geen voorbeeld. Ik doe gewoon wat ik wil, ik ben gewoon mezelf, ik doe gewoon wat ik denk dat het goed is. En verder nak ik gewoon mensen en shit. Ik bedoel, nak ik mensen en dingen. Oeps. Ga dat naar Sanne. Oké, ja. Mijn voorbeeld is Ties. Jee, geef me een like. Je vond de video leuk, waar blijft je like? Bang ben of niet blij ben, gewoon helemaal op. Zo cheesy. Oké, maakt niet uit. Jongens, wie kan niet debben? What the fuck? Bitch, dab. Bitch, dab. Oké, nee. Als je zo dab, mag je weggaan. Oké, doei. Hoe vaak maak je snaps per dag? Van Walid. Oh ja, trouwens, die vorige was van Morgaan. Oké. Hoe vaak maak je snaps per dag? Nou, wie mij niet volgt op Snapchat. Hier. You mag, volg mij op Snapchat. Mij ook. Hier jongens, als jullie dit gaan scannen, als het werkt. Jongens, het werkt volgens mij niet. However. Als het even wil scherp stellen op dit. Op dit, dat wilt het niet, want je ziet alleen de weerspiegeling van een mooie camera. Als je gewoon naar Snapchat gaat en je typt in Angie met dubbel I, A-N-G-I-I, en dan 4, en dan schrijf je Eva, dan vind je het, oké? En als je MSP-laagsteepje knolpower schrijft, is het mijn naam. Oké, dus jongens, dan vind je ons op Snapchat. En ik snap best wel veel per dag en soms niks, dus. Ja, ik ook. Oké. Aan wie erger je het meest? Ook van Walid. Doei! Hoe doe je? Ik erger me het meest aan Sofia. Ik erger me met
ben Angelica. Doei. Hoe heet je hond? Sophia. Kom Sophia, kom hier. Kom hier zitten. Kom hier zitten. Kom hier zitten. Sophia, kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Goed zo. Goed zo. Handje, handje, handje. Handje. Hou je van Maiwen? Dat is van Senna. Wie is Maiwen? M-A-I-W-E-N. Wie is dat? Maiwen. Maar dat schrijf. Wie is dit? Even serieus. M-A-I-W-E-N. Dat is geen. Die ken ik niet. Oké, sorry, die ken ik niet. Dus ik weet niet wie het is. Maiwen. Ik heb geen idee. Van Myron. Noem 5 walvissen. Oké, ik ga het snel doen, ja. 3, 2, 1. Amelie, Federica, Mel, Myron, Dylan, Tycho. Oh, wacht, dat zijn geen walvissen. Nee, het zijn jongens in de klas van Kof. Oh, jongens, er komen kinderen van Sophia's klas. Nee! Oké, toppie. Sla je zusje ook van Myron. Oké, alsjeblieft. Like. Ruikt je haar naar baby voor Amelie? Ruikt mijn haar naar baby's? Ah. Ja. Oké, okay, nee, haar niet. Dus. Mijn haar ruikt niet naar baby's. Mensen komen mijn video verpesten. Kunnen jullie weggaan? Probeer ook Q&A op te nemen. Oké, okay, sorry. Alsjeblieft. Kunnen jullie weggaan? Hé, hey, Jordi, pas me een shit. Nee. Oké, okay, we gaan gewoon verder. Maakt niet uit. Ja. Federica, wat is het raarste wat je ooit hebt meegemaakt? En ik had ook een vraag gekregen, blunder. Dus, wat is je grootste blunder van Amor? En ik denk dus van, dus ik was één keer zo bij, waarom heb ik zo'n kutmotor? Hey, heb ik hulp bij jou? Nee, dat is niet. Timo. Nou man. Oké, dus grootste blunder en het raarste wat ik ooit heb meegemaakt. Dus ik ging een keertje zo naar de KFC toen ik klein was. Dat was met Sophia. Dus we waren echt super klein. Het was echt super klein. En toen gingen we dus naar KFC en we gingen naar de wc. En er was één wc open, dus we gingen gewoon met z'n tweeën in één wc. Want ja, dat is normaal als je zes bent. Dus vervolgens gingen we zo naar de wc. En dus Sophia was klaar met naar de wc gaan, dus ik ging daarna op de wc. Dus Sophia ging al de wc deur open doen, dus iedereen zag mij zo mijn naakte pijamie. Dus ja, dus dat was echt de grootste punt van allemaal. Dus toen moest ik door die KFC lopen, zo van hey, jij bent net 2 jaar naakt. Van Sander, wat zijn je hobby's en doe je aan sport? Ik doe aan ballet, Sophia ook. Gewoon zwemmen en ballet. Oké, leuk. Ik ga ook salto doen.
Let op. Let op mijn salto. Mijn salto wordt echt goed. Ik kan geen salto's maken. Een paar minuten. 3 seconden. Like. Lego. Wij gaan de salto doen. Kan je de salto doen, Sophia? No, ja, ja. Ik kan geen salto. Ik kan alleen koprollen. Jongens, we gaan alleen koprollen. Kan je salto? Dat is geen salto. Weet ik. Salto is als je daar vanaf gaat en je gaat in de lucht zo over de kop en dan ga je vallen. Ik ga hier beginnen. Ja, salto. Salto's met Sophia. Ah, oké. Okay. Ik was niet daar. Jongens, dislike nu. Kost geen geld. Je doet langzaam. Dit gaat er echt uit. Spider-Man. Dit gaat er echt uit. Ebola. Ebola. Ik durf niet. Wasted. Dat is geen koprol. Weet ik. Je moet het zo versnellen. Ik ga het doen. Let op. Top. Ik heb zo eens mijn telefoon laten vallen. Oké. Okay. Je telly is kapot. Ja, is niet kapot. Kijk hier. Niet kapot. Oké, ik ga nu. De enige echte Angelica gaat nu. Ik weet niet wat het is, maar. Turn to be like. Ik was hier vroeger zo bang voor. Oké, let go. Achteruit nog wel, hè? Oké, ik ben echt bang. Ben ik op de film überhaupt? Ja, je bent op de film. Ja. Jawel, je bent op de film. Ik ben koud op. Go. Nee, ik ga het zo. We gaan het doen, op de Feigel. What the fuck? Pasnet! Oké, ik haat dit. Oké, doe de volgende vraag. Oh, zit een kras op je? Dat had ik al lang. Oké. Wat is je lievelingsvak? Mijn lievelingsvak is natuurscheikunde. Wat is je lievelingsvak? Rekenen gym. Oké, leuk. Penning. Waar zou je willen wonen als het kon? Dubai. Vader. Dat doet mijn vader. En wat vind je van Cosly? Echt helemaal toppie. Dus ga nu abonneren. Ja. In de beschrijving staat alles. Oké, cool. Mooie groene. Zeg, Ruben is B. Ruben is B. Ruben is B. Not. Wat wil je later worden? Geen idee. Wat zou je doen als je armen aan je hoofd zaten? Als mijn armen aan mijn hoofd zaten, had ik haar 10.000 keer geslagen per dag. Zo weet je. Nee, als mijn armen aan mijn hoofd zaten. Ja, kun je zo. Ben ik mooi van Teun? Ja. Helemaal mooi. Ik ben ook mooi. Van Mees, heet ik Mees? Nee, je heet Bernard. Next question. Kan je snoep voor me kopen? Dit vragen Amelie en Teun. Nee, want ik heb geen geld. Ik koop wel 1 snoepje voor 5 cent. Waarom stink je? Omdat ik net heb gedoucht. Wil je kaas? Ja. Altijd. Hoe lang doe je al aan YouTube? Volgens mij al super lang. Alleen gewoon, het kanaal bestond al zo lang. Is nooit echt serieus gebruikt. Alleen nu pas ben ik serieus video's aan het maken. Twee dus jaar, 1 jaar. Helemaal niet, al veel langer dan dat. Echt 2010 of zo, maar hoe dan ook. Zeg, Fleur is wel lekker.
Dat heb ik net gedaan. Wat is je favoriete serie? Orange is the New Black. He's a complicated lady in a complicated place. I drink that cognac, step back cause I might put it on. Just hearing you talk about that makes me want to go out and shoot something. Nope. Women show ya how freaks act when I ain't sober. I just feel like this place is beating me down. You gotta admit, you can't do it alone. Feel good. Black dudes got big. Here's to heaven or hell and nothing in between. Boom. Promise where you're at, and if you can't a freak a leak, better bring your hat. It's good to have something to believe in. Once you know Santa Claus isn't real, it's all downhill from there. People think all we do is have lesbian sex and strip searches and naked cat fights in the shower. We also do other things. Ben je een Downy? Nee. Nee, ik ben een Brownie. Waar heb je een hekel aan? KPN. Ja. Wat zou je liever willen? Eén arm eraf of één been eraf? Eén arm. Dan kan ik ook nog met één arm Nee, maar ik wil zo één zo'n... en dan kan ik nog lopen, dus. Ik wil één arm eraf. Maar je weet je, tegenwoordig heb je van die ene vage robotarmen of zo, weet je. Die werken gewoon serieus, hè. Ik heb het gezien in het echt, maar ook... Ik wil X mijn arm zo... Als je geen Angelica zou heten, welke naam zou je dan willen? En ik heb nog een andere vraag gekregen van zoiets. Hoe zou je heten als je een jongen was? Nee, ik heb ook zo'n vraag gekregen als je geen Angelica zou heten. Wat voor naam zou je dan willen? Ik vind Jane zelf een hele mooie naam. Ik weet niet waarom. Ik heb zo geheten bij het toneelstuk. Maar Jane vind ik echt een mooie naam. Dus iedereen die Jane heet, die heeft een mooie naam. Dus, ik weet niet. Het is zo simpel, maar ik vind het echt super mooi. Hoe zou je willen heten als je geen Sophia heet? Ashley. Ashley uit mijn klas, Roy. Als je van deze school waar je nu op zit af moest, welke school zou je dan kiezen? HP. Trinitas. Of OVC. Kan ook. Bakken. Echt met toi. Lievelingsdier. Tijger, leeuw. Nee, geen leeuw. Het is tijger, walvis, schaap. Panda. En pinguïn. Panda pinguïn. Heb je ooit gespijbeld? Nee! Nee! Heb je ooit gespijbeld? Nee. Ik ook niet. Ben je ooit gepest? Nogal. Soms. Heb je iemand gepest? Nee. Nee. Ja. Helemaal niet. Zou je liever een jongen of een meisje zijn? Er zijn super veel nadelen aan meisjes zijn, alleen toch wil ik een meisje blijven. Meisje. Ik denk een meisje blijf. Liever luizen in je haar of kaal zijn? Luizen. Kan je toch gaan uithalen? Luister, ja, ik ook. Want ik ga niet mijn haar verliezen. Kijk hoe lelijk ik er ook ga zien zonder haar, hè? Even. Wat ben ik van je? Van Olivia. Ik ben echt mijn bestie moppie, schatje, alles. Nee, ik haat het woord moppie, jij hè? Jij bent van mij onbekend. Dus. Ik haat het woord moppie. Nou, hoe dan ook. Ik vind je echt super aardig. High five. Wie is je B? Van Leo, ja. Mijn B is... Iedereen behalve Sophia. Mijn B is Acid YouTube. Hey. Favoriete kledingstuk? Deze broek. Zie je deze high-waist met gaten? Ik vind ook high-waist met gaten. Mooi. Ik kan het niet zien, maar je hebt vast wel gezien een ander deel van de video. Cool. Lievelingsliedje. Ik ben en favorietartiest. Dus mijn favorietartiest is Drake. En mijn lievelingsliedje is volgens mij Too Good, denk ik. Wat is droom van Dylan? Wat is droom? Droom is een woord. Het is nog eens 2 uur.
Droom is een woord. En het begint met de D en eindigt met de M. Wanneer ga je met hem praten? Wie is hem, Amelie? Vertel me. Job. Met Job. Ik ga over 3000 weken met Job praten, als het Job is. Hè? Want zij zegt dat het Job is. Wil je later YouTuber worden als beroep van ja. Kiri? I don't know. Ik weet niet. Maar gewoon, het lijkt me vermoeiend. Gewoon iedere dag video maken, editen en dan gewoon, ja, ik weet niet. Oh ja, en er stonden nog hardste mensen van mijn school. Dus, even kijken, wie zijn de coolste mensen van mijn school? Kiel, doe normaal. Coolste mensen van je school zijn. Oké, coolste mensen van mijn school. Ruben, ik ga ook even. Nee, Sofia, laat me zelf doen, want jij kent die mensen allemaal niet. Oké, coolste mensen van mijn school gaat nu heel snel. En alle mensen die ik nu in mijn hoofd opkomen, ga ik nu opnoemen, oké? Oké, 3, 2, 1, oké. Okay. Amelie, Fiddy, Kaki, Lotte, Morgaan, Veronica, Janae, Janaira, Nada, Ruben, Mees, Myron, Dylan, Tycho, weet ik veel. Sophia, veel van die Penny wordt dan. Oké, okay, dus dat waren ongeveer mensen. Er waren nog meer, is goed, maar verder. Nog meer harde mensen van mijn school zijn de mensen die hebben gereageerd op mijn Instagram foto. Als je deze video leuk vond, dan moet je likken op dat like knopje. En dan moet je abonneren op dit kanaal voor meer van dit soort video's. Als je ook nog een Q&A wil, moet je reageren wat voor vraag je wil stellen. En volg mijn Instagram, @RoyAngelica. Oh ja, en nieuwe banner komt eraan, denk ik. Nieuwe profielfoto komt eraan. Nieuwe intro komt eraan. Alles komt eraan, want ik ga allemaal nieuwe dingen vernieuwen. En ik maak weinig video's, dus nieuwe video's komen eraan in de zomervakantie. En abonneer, reageer, like, doei, deel. Okay.